Hallo mensen, en wat ontzettend leuk dat je deze week kijkt naar het shotje van de week. Ze staat naast me, schrik ervan. Louise Jansen. En Louise die was in de studio vandaag, want wij gaan een plaat maken en die heet... Ben een transgender. En daarom dachten wij, hoe leuk is het om een shotje te maken, de transgember. Inderdaad, met... Gemberthee. En natuurlijk de Jägermeister. Meestal maak je de Jägerthee, maar met gember wordt het natuurlijk de transgember. Transgember, ja. Nou, het is heel makkelijk. Je laat de thee lekker trekken. Nou, je ziet het. De thee die is al aardig. Je doet het shotglas met de gemberthee ongeveer tot de helft. Niet te veel, want ja, er moet zometeen natuurlijk ook nog Jägermeister bij. Dus de shotglaasjes vul je lekker met thee tot de helft. Nou, zou ik zeggen, Louisa, doe jij lekker de Jägermeister erbij. En dan zal je zien dat je gewoon een heerlijk shotje hebt. Het shotje van de week. Hij is natuurlijk lekker warm. De transgember. Nou, zit je nou te kijken en je weet ook een lekker shotje? Laat in onder de commentaar dan achter welk shotje dat moet zijn. Louisa, dan is misschien dat shotje volgende week wel het shotje van de week. Dat hopen we. Hey, zullen we maar drinken, want we hebben er lang genoeg naar gekeken. Ja, dat is wel. Ik ben wel nieuwsgierig. Zo is het. Shotje van de week, de transgember. Transgember. Proost. Laat ga je hem. Oh. Ik vind het lekker. Ja, ik ook. Ja. Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.